Yo, Nintendo fans! Welkom bij de 5e aflevering van Pokémon Brilliant Diamond The Shining Pearl. En vandaag gaan we de kont schoppen van Team Galactic. En ik zou jullie nog vertellen hoe je Mew en Jirachi kan krijgen. Als jij een savegame hebt van Pokémon Let's Go en van Pokémon Sword and Shield, kan je bij deze mevrouw en deze meneer gelijk een Mew en een Jirachi krijgen. Zorg er dus voor dat je de savegames hebt, dat je een plekje vrij hebt in je team en dan komen ze gelijk in je team. Ik ga het niet doen, want ik wil ze eigenlijk niet hebben in mijn team. Dus misschien dat ik ze later nog ophaal, maar nu even niet. Vond je dit een handige tip? Doe een duimpje omhoog. En als je mij de kont wil zien schoppen van die gasten van Team Galactic, doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En deze gasten die zeggen, ja, wij moeten hier staan tussen de bloemen en dat is zo niet cool. Ik wil hier niet staan. Oh, wacht. Laat me eerst even mijn Pokémon healen. Ze zijn nog moe van aflevering 4. Laat even weten, jongens. Wie vinden jullie cooler van de Pokémon die ik in de vorige aflevering heb gevangen? Ik heb natuurlijk een Shinx gevangen en een Psyduck. Als je er maar eentje mocht kiezen, wie is dan jouw favoriet? En blijf lekker nicknames verzinnen voor mijn Pokémon, want u weet gebruik ik hem wel. Zo heet mijn Shinx Simba en dat heeft een van jullie verzonnen. Laten we deze kant even lekker opgaan, even lekker rennen, even lekker berries plukken. Hallo mevrouw, hallo. Ze zegt help, help trainer, kan je mijn vader voor me halen? Hij werkt bij Valley Windworks. Maar de mensen die hier gekleed zijn als space aliens, die laten me niet naar binnen. Jullie, hè? Het zijn jullie zijn het. Laat ons naar binnen, jongen. Waarom loop ik eigenlijk niet gewoon door? Waarom luister ik naar hun? Ik bedoel, als we een Pokémon battle gaan doen, dan ga ik sowieso winnen van jullie, hoor. Ik weet niet waarom jullie hier staan. Oh, Pokéball, Toppie, Potion. Ga niet naar binnen in deze ruimte. Ik heb orders gekregen dat ik niemand naar binnen mag laten. Oké, wij gaan battelen. Oké, is cool. Is cool. We gaan battelen, dan gaan we zien wat gaat gebeuren. Ik ga jouw kont schoppen. Op jouw kontje. Hoppakee, klem jou. Die gaan we even aanpakken. Lekker boe, let's go. Super effective. Doei, doei, klem jou. Wat heb je nou, jongen? Wat heb je nou? Wat is er nou? Je laat me niet binnen, maar dan ga je zo makkelijk verliezen. En hij zegt, ja, ik had echt moeten winnen met deze Pokémon. Oh, nee. Oh nee, paniek, paniek. Fantastisch. Ik ben geowned door een kind. Maar ja, je kan niks doen als ik hier zelf mezelf opsluit. Met de sleutel in mijn zak. Ik ben niet langer de loser. Dit is zo jammer. Dit is zo teleurstellend. Maar, ze zeiden dat deze guys nog extra sleutels hadden. Deze die hier staan, die zijn nu weg. Die zijn hem gepeerd. Hallo. Ze zeggen, geef die honing tegen deze man hier. Team Galactic moet die honing hebben, want wij moeten Pokémon aantrekken voor onze doeleinden. We gaan lekker niet zeggen wat het is, maar we gaan wel battelen. Ik zei toch dat we Team Galactic's kont gingen schoppen in deze aflevering? Wurmpeltje. Ah, ik vind het zielig voor deze Wurmple, man. Ik bedoel, één ember erop en het is gewoon klaar en afgelopen, hè? Een Wurmple is gewoon weg. Kijk, die is gewoon keihard verbrand nu. Ik heb wel blauw haar hebben, Team Galactic, hè? Ik weet het, hij heeft tenminste haar, maar... Oké, Silcoon. Nog een Bug-type Pokémon. Lekker bezig. Dit is echt wel een van de lelijkste Pokémon ooit, denk ik. Gewoon een soort van cocon met ogen. En het ziet er niet best uit. Hij is ook best wel makkelijk verslagen, zoals je ziet. Hoppakee. Donald en Simba gaan beide een level omhoog naar level 12 en 11. En Donald wil waterpuls leren. Ah, dat is top. Want zijn special attack is hoger dan zijn attack. En we gaan Tail Whip nu maar even weghalen. Hartstikke idee. Donald wordt ook beter. En Simba naar level 11. En deze gasten hebben we verslagen. Moeten we dan ook nog tegen die andere? Gaat die ook nog stoer doen tegen mij? Ja. Hij zegt, ik ben de volgende. Kom maar op, jongen. Kom maar op. Ik doe het met mijn handen op mijn rug, ja? Kijk, ik ga mijn handen op mijn rug doen voor jou. En dan ga ik je zo verslaan met je Zubat. Let's go, Abu. Handen op onze rug. Gewoon een ember erbovenop. Hartstikke idee. Oef, bijna in één keer. Zubat doet mean look. Volgens mij kan ik nu niet meer ontsnappen. Heel handig dat je dat tegen mijn allersterkste Pokémon doet. Zorgen dat die niet meer kan ontsnappen. Dat is niet heel slim, Zubatje. Jongen. Team Galactic bakt er ook niks van ook, hè. Oh, dat was het ook al? Nou ja, dan kunnen mijn handen weer gewoon hier. Ah, we zijn hier klaar. Laten we terug gaan naar de Valley Windworks. Dat lijkt me een goed plan. Kijk, ze hebben de sleutel laten vallen. Wat een noobs. Wat een noobs. We hebben de sleutel. We kunnen naar binnen. En wij krijgen een beetje honing van deze meneer. Dankjewel. Die kan je dan op bomen gooien. En dan komen daar wilde Pokémon op af op den duur. Ja, ik doe het allemaal niet, hoor. Ik kan maar te veel moeite. Ik vang die Pokémon wel gewoon in het wild. Als het kan en anders niet. Op naar de Valley Windworks. Ik kom eraan!
Oh, eerst nog even een wilde Pokémon. En het is Pachirisu. Ik kan het ook niet anders zeggen. Ik moet dat op zijn soort van Japans zeggen. Ik kan niet zeggen, yo, what up man? This is my boy Pachirisu. Nee, dat klinkt niet. Het is gewoon Pachirisu, toch? What up, Pachirisu? Dat klinkt gewoon niet. Ik ga even een andere Pokémon als eerste in mijn team zetten, denk ik. Het gaat een beetje te makkelijk met Abu. Misschien kunnen we nu Shinx wel gaan gebruiken. Let's go, Simba! Hoppakee, sleuteltje erin en naar binnen. Oh, er staat gelijk iemand te wachten hier. Ja, die staat achter de deur. Ik heb je al verslagen, jongen. Doei! Oké, ik ren even de andere kant op. Hier ligt niks. Dan gaan we toch maar die kant op. Hallo? Hallo, gaan wij battelen? Waarom hebben jullie allemaal blauw haar? Allemaal gewoon. Dat is van de dresscode van Team Galactic, hè? Ja. Gascoon! Ja, dan had ik toch beter gewoon Abu kunnen houden, denk ik. Ik hoop dat Simba het aan kan. Let's go, Simba. Ik heb vertrouwen in je, jongen. Level 11 tegen level 11. En ja, het gaat redelijk. Oh, ja, Gascoon gaat even harden doen. Die gaat zijn defense boosten. Maar Thundershock is volgens mij een special attack, toch? Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Doe maar lekker harden, joh. Helemaal goed. Toppie. Ik vind het prima. Ja, het is een ziek idee. Lekker bezig, Shinxie. Electrify hem kapot. Hoppakee. Ja, dit is een hoop XP voor Shinx, hoor. Een geëvalueerde Pokémon nakken. Kijk, hoppakee. Level 12. En Simba wil Bite leren. Ah, dat wil ik ook wel. Een dark type move. Die gaat in de plaats van Leer. En Simba en Donald zijn nog bijna net zo sterk nu als Rocky. Doei. Oké, we lopen hier naar binnen. Dus even kijken of Shinxie ook deze gast kan nakken. Shinxie is in vorm, jongens. Nu tegen een Wurmple. Thundershock! Oké, dit gaat niet zo hard. Nu is hij mij aan het vertragen met zijn stringshotje. Wel benieuwd of Bite dan beter gaat. Oh nee, niet mijn poison, jongen. Dat vind ik zo irritant. Nee, ach. Eén keer een poison shot en ik ben gelijk poison. Natuurlijk weer, joh. Kom op, Shinx. Pak die Wurmple aan. Je kan het. Oeh, hij houdt 1 HP over. Nou, je gaat echt niet winnen van mijn Shinx, hoor. Dat gaat echt niet gebeuren. Kijk maar. Daag. Doei. En daarmee help ik Rocky naar level 14, onze Onyx. Die waarschijnlijk toch wel het team uiteindelijk gaat verlaten. En voor Glammeo pakken wij natuurlijk Abu. Hoppakee. Dit gaat zo hard. Die Glammeo maakt echt geen schijf van kans. Oké, het volgende kamertje. Hallo. Hey, er heeft iemand hier rood haar, joh. De commander. Eén van de 3 Team Galactic's commanders. Wij proberen een nieuwe wereld te creëren die beter is dan deze wereld. Maar mensen snappen niet wat wij doen. En jij snapt het ook niet, hè? Laten we een battle hebben om te kijken wat we nu gaan doen. Als zij wint, moeten we vertrekken. En als wij winnen, gaat Team Galactic weg. Lijkt me een goede deal. Lijkt me een goede deal. Let's go, mevrouw de commander. Commander Mars gooit Zubat. Dat is precies wat ik wou. Ik heb namelijk Simba geheeld. En die Thundershock is natuurlijk super duper effectief. Oh, die doet wel even een U-turn. Oké, ja, dat vind ik minder leuk. Oké, ga je het zo doen? Oeh, Puruglu. Ja, die is even een flink maatje te groot, jongen. Letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor mijn Shinxie. Maar goed, als jij het zo wil spelen, als jij wil switchen, helemaal prima. Dan ga ik ook switchen. Ja, wow. Puruglu, wil je alsjeblieft eens even normaal gaan doen nou? En waarom ben jij sneller? Ik bedoel, jij bent veel te dik. Jij kan niet eens snel bewegen. Hoe komt het dat jij sneller bent dan mijn lenige apie? Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Hoppakee, power-up punch erbovenop. Hij heeft net growl gedaan. Dus mijn aanval ging eerst naar beneden en nu gaat mijn aanval weer omhoog. Hé, laat maar sneller zijn, man. Dit kan niet. Dit kan niet. Hoe kan deze kat sneller zijn dan mijn monkey? Dit kan niet. Hoppakee, Puruglu. Dat is einde verhaal voor jou. Het is klaar. Het is afgelopen. Wegwezen. Terug je pokeball in. Kom maar op met al deze XP. Oh! Simba gaat 2 levels omhoog. Ik weet niet waarom Simba zo... Oh ja, die heeft natuurlijk ook gevochten tegen Puruglu. Daarom krijgt Simba zoveel XP. Donald gaat ook naar level 13 en Abu naar 18. Ja, Simba mag het af gaan maken, jongen, tegen die Zubat. Zo begonnen we met Zubat tegen Shinx. En zo gaan we het afmaken ook. En nou heeft je U-turn geen zin meer. Oh nee. Oh, niet Supersonic. Oh... Daar heb ik zo'n hekel aan. Dit is een van de vervelendste moves in heel Pokémon. Ik ben confused, maar ik ga wel Thundershock gebruiken. Ja, lekker. En hopelijk lukt dat dan nog een keer. Ja, oké. Dat is sowieso... Oh, ik ben al uit mijn confusion. Oh, nice, jongen. Lekker bezig, Simba. Hoppakee. Als het tot nu toe een Nuzlocke was, dan hadden we alle Pokémon nog gehad.
Dus eigenlijk gaat de Nuzlocke tot nu toe gewoon heel erg goed. Ja, Commander. Je hebt verloren. En dat betekent dat je weg moet wezen. Toedeledoki. En neem heel je rattenplan maar lekker mee. Deze onderzoeker zegt Team Galactic. Ze verzamelen Pokémon en energie ten koste van alles. En dat was voor het creëren van een nieuw universum, zeiden ze. Ik snapte helemaal niks van wat ze zeiden. Maar anyway, dankjewel dat je mij hebt gered. Nu kan ik mijn kleine dochter weer zien. En daar is ze hoor. Daar is het mevrouwtje. En die zegt, papa, je stinkt. Ga douchen, stinky. En het kleine meisje zegt, ik denk dat de ballon-Pokémon ooit weer komt. De ballon-Pokémon? Ja, die komt wel eens hier buiten Windworks Valley. Oké, volgens mij is dat Muna. Oké, lekker. Nu kunnen we waarschijnlijk ook hier naar boven. Ja, toppie. Naar route 205. Door richting de volgende badge. En ik wou helemaal niet met jou battelen, jongen. Maar ja, jij wil met mij battelen, blijkbaar. Ik wou gewoon rustig hier kijken, Camper Jacob. Oeh, Ponyta. En ook nog van level 14. Doet even een embertje. Ik doe een donderschokkie. Het is tijd om even te wisselen, denk ik. Jemig. Ik wou niet eens battelen. Ik ging alleen kijken wat hier was, joh. Oké, een ember op Psyduck. Dat moet Psyduck kunnen overleven. En dan gaat Psyduck nu waterpulsen. Nou, dus Ponyta doet even een booty shake. Let's go, Psyduck. Pak die Ponyta aan. Oeh, lekker. En nog een booty shake. Ja. Het is tijd voor de sexy dance van Ponyta. Hoppakee. Waterpuls er bovenop. En Ponyta is weg. En dit gaat weer XP geven, jongen. Oeh, dat is zo lekker. Simba alweer naar level 15. Die heeft gewoon Rocky ingehaald op dit moment, hè. Jeetje. Ja. En kijk eens, in deze aflevering is al gelijk een evolutie. Simba gaat evolueren naar zijn volgende fase. En dat is super dope. Ja, dit is wel echt een van de leukste Pokémon uit deze generatie, hoor. Dit is echt... Love it. En daar is die. Luxio is van de partij. Heel vet. Simba wordt een grote leeuw. En dit is dan ook een prachtig moment om deze video af te sluiten, jongens. Als je dit weer vet vond, jullie weten het. Die duimpjes omhoog, abonneren en het belletje aanzetten. Dan ben je er elke keer weer bij. En dan zie ik je gewoon bij de volgende aflevering. Mazzel!